De Olympische Spelen. Niet alleen een droom voor de topsporters die eraan meedoen. Ook trainers werken achter de schermen keihard aan het succes. Zoals Jordan Bres uit Kampen. Hij kan niet wachten om naar Londen te gaan. Dit is wel hetgene waarvoor je doet. En hier hebben we natuurlijk een aantal jaren lang keihard voor gewerkt. Ja, dit is wel het ultieme. Ja, heel veel zin om heen te gaan uiteraard, ja. Bres is sinds 2010 de vaste kracht- en conditietrainer van Epke Zonderland. Volgende week zaterdag moet Zonderland zich kwalificeren in Londen. Bres is erbij en heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Hij heeft er zelfs letterlijk over gedroomd. Ja, het is tricky om te zeggen, maar ik droom niet vaak, ik droom niet gauw. Maar ik heb erover gedroomd dat hij dus... dat hij goud gaat winnen. En ik heb er gewoon een heel goed gevoel bij. De krachttrainer is er dus van overtuigd dat Epke Zonderland de finale gaat halen. Maar daar is de Kampenaar zelf niet bij. Nee, er waren geen kaarten meer beschikbaar. En dus dan houdt het op. Dus dan moet je met thuis voor de buis gaan zitten. Hoe moeilijk en hoe jammer dat ook is. Maar het is niet anders. Dus dat wordt zwetend met de handjes in elkaar gevouwen voor de buis zitten. Ja. Nou ja, goed, stel dat hij goud wint, dan heb ik wel degelijk het gevoel dat ik daar aan mee heb gedragen. Dus dat zou echt te gek zijn, ja.